Gaat het? Het gaat niet goed met uw vader. Nee, dat zie ik ook. Inderdaad. Ja, het lijkt wel elke dag erger te worden ook. Ik maak nu helemaal geen contact, maar... Nee, het is moeilijk contact te krijgen. Hé, hey, pap. Pap, ik wil je iets vertellen. Ik weet dat je al jaren niet meer naar PSV kijkt, maar ik moet je dit vertellen. Maar de tijden zijn veranderd, jongen. Weet jij wie deze man is? Dit is Peter Bos. En zijn spel noemen ze Bosbal. Snel, technisch, zo vaardig. Het is een tactisch meesterbrein. Hij speelt altijd met druk naar voren. Dit jaar lijken de puzzelstukjes perfect in elkaar te vallen. In mijn tijd had je Guus Hiddink. Die wist pas hoe je een echt team kon creëren. Ja, natuurlijk is er niemand zoals Guus Hiddink, pap. Maar die teamgeest, dat talent, die diversiteit in de groep, die ambitie... Dat hechte team, pap, dat is er weer. Wij wonnen 17 wedstrijden op rij in de Eredivisie. Dat was nog geen team gelukt. Dat was uniek. Maar dat is dit seizoen ook gelukt, pap. 17 wedstrijden op rij, ongeslagen in de competitie. 59 goals voor en maar 7 tegen. Wij hadden spelers als Koeman, Lerby, Kieft... Vanenburg. Die jongens hielden elkaar scherp. Ook in Europa. Ja, maar dat soort spelers, die hebben we nu ook, pap. Bakayoko, Lozano, Teese, Schouten, Veerman en Dest. Ik bedoel, zulke fantastische voetballers, pa. En iemand als Erik Gerrits, hè? Die speelde 255 wedstrijden voor PSV. En was de aanvoerder in de Champions League finale 88. Dat soort... Clubiconen die bestaan toch helemaal niet meer? Luc de Jong. Meer dan 270 wedstrijden voor PSV. Speelt nu als aanvoerder nog steeds voor PSV. In 88 wonnen we na de kwartfinale geen wedstrijd meer. Maar we kwamen wel verder. We konden met die tegenslag omgaan. Natuurlijk is de kwartfinale voorlopig nog ver, pa. Maar geloof me nou. PSV. Stond in Sevilla met 2-0 kansloos achter. En toen niemand er meer in geloofde, toen deden we het onmogelijke. Uiteindelijk wonnen we in de laatste minuten met 2-3 op doorzettingsvermogen en wilskracht, waardoor we ons plaatsten voor de laatste 16 van Europa. Ik vergeet het nooit meer. We wonnen de finale van Benfica. Wij schreven geschiedenis. Tot op de dag van vandaag. Ja. 88 was uniek, pap. Dat zullen we nooit vergeten. Maar dit team doet ons PSV weer dromen. En ook al lijkt het onmogelijk, het is toch mogelijk. En het begint vanavond. Samen. Tegen Dortmund.